Welkom bij een nieuwe favoriete. Welkom bij mijn nieuwe omgeving. Maar misschien weet je het niet, misschien weet je het wel. Maar ik ben op dit moment in Turkije. En precies te zijn ben ik in Ankara. Ik ben hier al 2 weken. Ik moest even alles op orde hebben, mijn achtergrond op orde hebben. Ik heb het enorm erg naar mijn zin hier. De zon schijnt. De tijd gaat bizar snel. Ik kan niet geloven dat ik al maart eens. Het is vandaag 1 maart voor mij, want ik film het op 1 maart. En ik kan gewoon niet geloven dat het al maart zijn. Kunnen we even daarover stilstaan. Voor ik wist alweer zomer. Het is de maand van de lente. Ik ben zo excited. Het weer begint langzaam al weer mooi te worden. Ik ben gewoon in een good mood. En vandaag ga ik dus met jullie doornemen wat mijn favorieten zijn van de maand februari. Als eerst ga ik het hebben over de lip combo die ik op dit moment ook op heb op mijn lippen. Dit is de lip combo die ik op dit moment op heb. En ik ben er echt enorm, enorm verliefd op. En het zijn deze 2 producten. Eentje van Essence en eentje van Sleek. Dus het zijn allebei betaalbare producten. Ik gebruik de Essence Lip Liner in de kleur nummer 4 Honey Bun. Daarmee lijn ik mijn lippen, vul ik het helemaal in. En dan pak ik de Essence Matte Me in de kleur Birthday Suit. En daarmee ga ik er overheen. Dit vind ik net iets te donker. En dit vult het gewoon heel erg mooi aan. Dit creëert echt een prachtige nude, vind ik naar mijn mening. Ik ben echt verliefd op deze lip combo. Dit niet zo fijn zit op zichzelf. Want dit is echt een liquid lipstick. Die blijft echt goed vastzitten. En het droogt ook echt goed op. Maar het kan dus wel iets te uitdrogend voor je zijn. Dus daarom vind ik het fijn om deze te gebruiken. En dit er overheen. Ook omdat de kleuren heel mooi samen matchen. Maar ook omdat ik zou niet de Matte Me op zichzelf kunnen dragen. Omdat ik gewoon niet tegen dat uitdrogende gevoel kan. Maar dit is echt een prachtige matte kleur. Deze 2 raad ik echt aan. Echt een hele mooie combo en heel erg betaalbaar. Ik heb over de Sleek Matte Me een review geschreven. Het is wel een beetje oud, maar ik heb hier wel over geschreven. De link zal ik onder plaatsen. Dan kan je toch een goede swatch zien op de lippen zonder met de lip liner erop, zeg maar. Dan ga ik het hebben over een primer. Deze heb ik al een redelijke tijd, dus daarom kan ik er nu echt heel erg over raven. Want ik ben er gewoon tot nu toe heel erg tevreden over. Ik heb dit gebruikt in een make-up tutorial. En ik zal de link hieronder plaatsen. Dan kan je het effect in het echt ook goed zien. Dit is van Floormar. Misschien ken je deze merk niet, misschien wel. Ze hebben een winkel in Amsterdam met de Floormar. Maar verder kan je het niet ergens vinden. Dit is eigenlijk het Turkse merk. Ik heb deze ook gekocht in Turkije een paar maanden geleden. Dit is de Floormar Double Radiance Primer. Met een SPF 10 erin. Dit is dus een primer, zoals je kan zien. Het is een hele bronzen primer. En het geeft ook een hele mooie radiant effect aan je gezicht. Ik merk echt een gigantisch verschil wanneer ik het op heb en wanneer niet. Maar het rare is, het geeft je wel die radiant glow. Maar het voelt niet vettig aan. En dat is heel interessant. Ik vind het heel raar. Maar meestal wanneer het een radiant primer is. Bijvoorbeeld die ene van L'Oréal. De Nude Magique Primer vind ik heel erg goed. Alleen die is wel vettig van zichzelf. Dit is totaal niet vettig. Maar het geeft wel die radiant glowy effect op je huid. Dus dit vind ik zeker een product die ik kan aanraden. Vooral als je een vettige huid hebt. Zou ik deze eerder aanraden dan de Nude Magique. Want dit is totaal niet vettig van zichzelf. En het laat inderdaad je make-up wel goed zitten. Maar ik vind hem meer een aanrader om het feit dat hij gewoon een hele mooie radiant effect heeft op je gezicht. Ik heb hem nu ook op. Misschien kan je het zien. Het geeft gewoon je huid een boost. Een radiant boost. Een hydraterende boost. Ik vind hem echt heel erg fijn. Dan ga ik het hebben over 2 producten van e.l.f. De e.l.f. Contour Blush en Bronzing Powder. En de e.l.f. Contouring Blush en Bronzing Cream. Ik heb de Bronzing Cream in de kleur St. Lucia. Volgens mij heb je hier ook maar 1 kleur van. En ik heb de e.l.f. Contouring Brush en Bronzing Powder in de kleur Fiji. Ik heb meerdere van deze, maar dit is mijn lievelings. Dit is Fiji en op zich zijn Fiji net. Ik ga het eerst hebben over de Contouring Blush en Bronzing Cream. Die deed ik al een redelijk lange tijd. En ik ben hier ook heel lang een grote fan van geweest. Maar ik heb het weer herontdekt. In principe is het eigenlijk gewoon dat je een cream bronzer krijgt en een cream blush in 1. Omdat ik nu in Turkije ben en ik niet heel mijn stash heb kunnen meenemen, neem ik dus multifunctionele dingen graag mee. 2-in-1 product vind ik gewoon heel fijn om mee te nemen. En daarom heb ik deze meegenomen, dat ik dan gelijk een cream bronzer heb en een cream blush in 1. Dan ben ik gelijk gewoon gesetteld, want ik vind de cream bronzer heel erg fijn. Die heb ik ook nu op. En ik vind de cream blush ook heel erg fijn. Die heb ik ook nu op. En het zijn gewoon hele mooie kleuren. Dus deze raad ik zeker aan. En omdat het van e.l.f. is, het ook enorm, enorm betaalbaar. Dan ga ik hebben over de Contour Blush in Powder in de kleur Fiji Matte. Je hebt heel veel versies van deze. Ik vind Fiji net het mooiste omdat dit een matte duo is. In principe is het gewoon een blush en een bronzer. En de blush is een hele mooie oude roze kleur. En de bronzer, het lijkt heel erg oranje. Maar wanneer je het aanbrengt is het een hele warme kleur. En ik vind het een hele mooie warmte geven aan mijn look. Ik vind deze duo zo fijn omdat deze duo mat is. En het is de enige matte duo die ze hebben bij e.l.f. En ik vind deze gewoon heel erg fijn. En heel erg mooi. Volgens mij heb ik deze gebruikt in make-up tutorial, maar niet zeker. Maar zo ja, dan zal ik daar ook naar verwijzen. Maar deze duo van e.l.f. is echt prachtig.
En dan zijn we al bij de laatste make-up producten. En deze zijn ook al wel allebei van Elf. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik denk gewoon, net zoals vorige maand met mijn Body Shop gedoe. Ik heb gewoon heel veel producten gekocht in één keer. En toen ben ik ze gaan gebruiken, toen ben ik er verliefd op geworden. Als eerst ga ik het hebben over de Elf Radiance Enhancer. En het is in de kleur Sunrise. En dit is dus een cream highlighter. Het is ook zo'n twisty. En ik ben nooit echt een fan geweest van twisties. Nu nog steeds ben ik niet echt een fan van twisties. Want ze raken heel snel op, lijkt het net. En ineens komen er heel veel producten uit. Bij deze is het niet echt van toepassing dat opeens in één keer een product uitkomt. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de kleur van deze. Want ik vind deze echt prachtig. Dus de kleur Sunrise. En wanneer je die swatcht, denk je echt van oké, wow. Want dat is echt, het is echt een bronze kleur wanneer je het swatcht. Maar wanneer je het aantrekt met een stippling brush. En ik gebruik om precies te zijn de Petite Stippling Brush van Zoeva. Die vind ik heel fijn voor cream highlighter. En ik breng het aan op mijn jukbeenderen. En boven mijn wenkbrauwen vind ik het heel mooi. En net onder mijn wenkbrauwen vind ik het echt prachtig staan. Ik heb deze ook nu op. En om precies te zijn vind ik deze cream highlighter van Elf heel erg natuurlijk staan. Het ziet er echt heel dewy uit. Maar het ligt per persoon. De ene vindt bijvoorbeeld zo'n type highlight misschien iets te veel. En dat kan ik begrijpen. Maar ik ben gewoon een highlighter junkie. Dus ik zal altijd te veel highlighter op hebben. Ik vind het gewoon super leuk en super mooi. En deze van Elf is echt prachtig. En heel erg betaalbaar. En dan mijn laatste, sorry, de zon begint door te komen. Ik weet niet of je het kan zien. Nou, je ziet het denk ik wel, maar de zon begint door te komen. Sorry voor dat. Maar ik kan er niet echt veel meer aan doen. Maar dit is de Elf Emote, volgens mij heet het. En dit is in de kleur Cruise & Chic. Misschien weet je het al, maar ik ben heel erg fan van de Max Factor Color Tattoo. Of Maybelline Color. Ja, Maybelline Color Tattoo in de kleur On & On Bronze. Ben ik altijd fan van geweest. Ik heb het er heel vaak over gehad. Dus dan moet het voor de eerste keer horen. Maar het blijft duur. Hè? Het kost 10 euro of zo voor zo'n potje. Ik vind het wel het geld waard. Daar niet van. En ik krijg ook heel veel producten. Maar stel je voor, je vindt het niet het geld waard. Weet je wel, als je het eerst uitproberen met Color Tattoo. Type product, cream, eyeshadow product wel leuk vindt. Dan zou ik deze zeker uitproberen. Deze is dus van Elf. En dat is de Elf Smudge Pad. In de kleur Cruise & Chic. Het is niet exact dezelfde kleur als On & Bronze, maar het is zeker, zeker vergelijkbaar. En het is ook een heel vergelijkbaar product. Het blijft inderdaad goed zitten. Ik vind wel dat ik het mooier vind in combinatie met een poederoogschaduw. Ik gebruik dan een poederoogschaduw. Op zichzelf weet ik niet of die daadwerkelijk heel goed gaat zitten. Ik ben bang dat het crease, want ik merk aan de substantie dat er wel een verschil is dat deze iets vettiger is dan de Color Tattoo. Ik irriteer me echt aan de zon. Nou, dit is zo fijn. Waar is dit voor nodig? Maar deze is van Elf Cruise & Chic. Hele mooie kleur. Heel betaalbaar. Ik heb hier ook een review over geschreven voor de Smudge Pad. Over meerdere kleuren. Waaronder Cruise & Chic en links ook onder plaatsen. Oké, ik heb besloten om te staan. Want ik irriteerde me aan die zonnestraal. Maar ik ga verder. Dat waren al mijn beautyproducten. En dan ga ik over naar mijn casual dingen. Producten die ik gewoon over het algemeen leuk heb gevonden. Als eerst ga ik het hebben over deze schoenen. En misschien denk je, oké, achterloper. Of je bent er heel erg laat mee. Of dit vind je heel erg uit de mode nu. Maar ik vind deze schoenen van Nike vind ik heel erg leuk. Het zijn de Nike Rush Runs. Ik heb ze pas denk ik een maand geleden gekocht. Ik weet niet waarom ik er zo laat mee ben. Maar het kwam denk ik eerst omdat toen de hype er was. Toen was mijn maat altijd uitverkocht. Ik heb maat 36. En de mensen die 36 hebben weten, je maat is altijd uitverkocht. En dat was bij deze dus ook zo. En daarna heb ik het gewoon opgegeven. En niet meer aandacht aan besteed. Deze zijn super comfortabel en heel, heel, heel erg licht. Misschien kan je zien dat ze een beetje smerig zijn. Ik heb ze goed gebruikt. En ik ben er gewoon heel erg, heel erg fan van. Ze zijn super relaxed, super licht. Je merkt niet dat je ze aan hebt. En ik vind ze gewoon hele, hele, hele fijne schoenen. Maar zoals ik al eerder zei, is het weer nu super warm geworden. Nou, niet super warm, maar het is zeker warmer. En de zon schijnt heel erg veel. Dus het is weer tijd om een zonnebril te dragen. En ik heb er niet veel meegenomen naar te kijken. Maar twee meegenomen. Dat is gewoon mijn lievelings. Maar dit is toch echt mijn nummer 1 favoriet. En dit is van Ray-Ban. En dit is, het hoort erin te staan welke nummer het is. Het is de RB 3447 Round Metal. En dit is de Polarized One. En dit heeft zo'n spiegeleffect. Maar ik vind deze echt prachtig. En ze zien er gewoon super cool uit. Ik vind het leuk omdat het nostalgisch is. Ik droeg deze bril altijd in de zomer. En nu kan ik ze weer dragen. En dat geeft me gelijk weer zo'n gevoel van yay. De zomer komt eraan. I'm excited. Ik heb er gewoon heel erg, heel erg veel zin in. Dus deze bril van Ray-Ban vind ik echt prachtig. Dan alweer mijn laatste favoriet. En dat is een mok. Ik ben heel erg, heel erg verslaafd aan mokken. En mijn verslaafd, ik heb mezelf verslaafd op dat zijn mokken. En ik heb mijn verslaving meegenomen naar Turkije. En ik ging, nou in Turkije heb je heel veel Starbucks. In Nederland tegenwoordig kan je het wel
veel vaker vinden. Maar zij zit er volgepropt mee. Gewoon gepropt. En ik zag deze mok en ik werd verliefd, zoals je kan zien. Het Starbucks logo zit erop en hij is heel groot en heel breed. En dan staat er hier ook nog Starbucks op. Maar hij is echt gigantisch groot en het is echt ideaal om een hele grote cappuccino in te gooien. Of een chocolade hot chocolate te doen. En dan denk je van, ja, maar het weer wordt steeds beter, dus waarom doe je dat voor? Nou, ik ga hier ook gewoon water in doen of iced tea of wat dan ook. Want hij is gewoon belachelijk cool en ik vind hem gewoon super cute. Hij is ook gewoon best wel cheap. Ik bedoel, voor maar 8 euro, zo'n gigantische Starbucks mok is zeker betaalbaar. Want in Nederland is het 10.000 keer duurder. Dus ik moest het wel hebben. Dus deze van Starbucks, echt prachtig. Dat was alweer mijn favoriet van de maand februari. Ik hoop dat je het leuk vond. Sorry als het niet veel make-up producten zijn. Maar het komt gewoon dat ik gewoon dit moment niet veel make-up gebruik. Ik ben nu wat meer van de non-beauty dingen dan van de echte beauty dingen. Vergeet je niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En laat me weten wat je van deze video vond en wat je wilt zien. En ja, ik heb verder niet echt wat te vertellen. Bedankt gewoon voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Ik moet echt zo filmen. Echt super sucky. Maar ja, oké. Super sucky. Dat is een woord. Van geweest, maar ik heb het weer herontdekt. Story of my life. Thank you.